VPRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Het is toch niet te geloven, Simon. Zaterdagmiddag. Kan een kanon afschieten. Einde van de maand, Henkie. Jongens hebben geen geld meer. Ga mij nog maar een bal. Maar woensdag, sjoelen, komen ze allemaal. Kunnen ze een kip winnen. Ik heb van de week al kip gegeten. Joh. Ja. Ik zet die kip in de oven. Om een krantje te lezen. Even later wordt er op de ovendeur geklopt. Ik doe open. Zegt die kip, of mijn veren terug of het gas aansteken, want ik sterf van de kou. Ja, ja, die is van Lou Bendy, hè? Helemaal niet. Vanuit school, hè? Simon, smakelijk. Doe mij maar een biertje van Jaap, Henk. Ik heb hem verpletterd. Ken je wel tegen die bollen? Moet je mij nemen? Nou, hij had mezelf uitgedaagd. Hij zou me alle hoeken van de baan laten zien. Nou, mooi dat hij 5 keer een poedel gooide. Wel een nieuw record. Goedemiddag, mijn heren. Nou, het is weer een lekkere drukke boel hier. Lijkt de grote Schouwburg wel. Was gisteravond naar een stuk van het Rotterdamse toneel. 5 mensen in de zaal en 12 op de planken. Zo. Dat was weer een lekker partijtje. Proost, Jaap. Dat je nog maar vaak mag inmaken. Dat ligt toch aan die baan? Daar is toch niet op te kegelen, man? Het lijkt de Kromme Zandweg wel. Nou, ik heb anders lekker staan gooien. Ja, jij. Jij gooit zuiver op kracht. Ik moet het van mijn techniek hebben. Jaap Kooijman, de Koemelijn van de kegelarij. Ja. Kok. Jij bent hier de voorzitter. Moet er nou onderhand niet eens wat met die banen gebeuren? Weet jij wel wat het kost vandaag de dag, de heleboel schuren en lakken? Daar hebben we toch geen geld voor? Zijn er dan helemaal geen vrijwilligers? Hé, Henkie, heb jij dan niks voor de club over? Ja, hallo. Doet de kantine al. Ben ook nog een keer de penningmeester. Jij dan, Karel? Schaai je ze uit. Ik gooi perfect op die baan. Ja, als iedereen nou eens op tijd zijn contributie zou betalen, hè? Dan weet ik het goed gemaakt. Degene met de grootste contributieachterstand maakt in zijn vrije tijd die banen tiptop in orde. Oh, nou, Jaap, dan kan je gelijk beginnen, want dan ben jij. Nee, ho. Wacht nou even, niet zo vlug. Misschien is er nog een andere oplossing. Mannen, ik heb weinig tijd. Mevrouw staat alleen in de zaak. Maar dat Sjoelkampioenschap van aanstaande woensdag, nou, de enigste die zich hebben ingeschreven, zijn wij 5. Dus ik stel voor om de boel maar af te blazen. Ho. En die kip dan, die heb uitgeloopt. Die had je zeker zelf op. Daar gaat het toch niet om, Simon? Nee, dat zal wel niet. Kok, die eet geen eens geen kip. Die weet veel te goed wat er allemaal in zit. Ja, luister nou eens, als jullie willen dat het doorgaat, gaat het natuurlijk door. Wij willen dat het doorgaat. Natuurlijk gaat het door. Dan heb ik gelijk een goed idee. De verliezer knapt de baan op. Nou, dat lijkt me nou een goed voorstel. Is iedereen het daarmee eens? Tuurlijk. En als Jaap net zo goed shoot als dat hij kegelt, is hij toch nog de klos. Nou, tot woensdag dan. Goedemiddag. Kokkie. Letten jullie maar eens op. Aanstaande woensdag gaat deze jongen met de kip naar huis. En dan niet ineens allemaal op donderdag bij mij op de stoep staan dat je mee wil eten. Mee eten? Mijn hospita, die kookt maandag een koeientong, eten we de hele week van. Koeientong? Haak niet van wat een ander in zijn bek heb gehad. Voor mij maar een ei. Moet je horen, nou. Er reed nu veel besproken film Het Mes. Scenario Hugo Claus, muziek Pim Jacobs, regie van Rademakers in de hoofdrollen Ellen Vogel en Paul Kammermans. Een kind in de puberteit doet een schokkende ontdekking in de woelige wereld van volwassen mensen. Waartoe ook zijn moeder behoort. De spanningen voeren tot een climax, doch ontladen zich dan en de jongen leert leven en aanvaarden. Een diep menselijk en ontroerende film. Zo. Dat klinkt geweldig, zeg. En natuurlijk helemaal in Nederlands. Nou, die Paul Kammermans, dat is een Belg, hoor. Als we die maar verstaan. Natuurlijk, meid. Dan versta ik jou toch ook. Zo. Een lekker bordje macaroni. En dan kunnen we om 7 uur in Letuska zijn. Goedenavond, meiden. Hadi, ja.
Ga omkleden, Bordje Macaroni. Het schijnt een geweldige film te zijn. Dat zal best. Maar wij gaan niet mee. Nou weer. Goedenavond, onbestorven weduwvrouw. Simon, hij is voor zijn roodkoper. Dat dacht ik ook, ja. Wat krijgen we nou? Jule, Nel, Simon en ik gaan oefenen. Woensdag een heel belangrijk toernooi, kom ik met een kip thuis. Maar we zouden toch naar de film? Je doet maar wat je niet later kent, maar wij gaan Jule. Oh, lekker gezellig. Wat nou gezellig, je zal ons niet missen, in de bioscoop is toch donker. Simon Stokvis? Het spijt me, zus, ik kan Jaap niet in de steek laten. Ik ben de trainer, ik moet hem de fijne kneepjes bijbrengen, anders kan hij fluiten naar zijn kip. We kijken het maar. We gaan lekker boven eten, we gaan lekker saampies. Ik ben blij toe. Hoef ik die film tenminste ook niet uit te leggen. Jij begrijpt Rikkel Nikkel de robot nog niet eens. Oh nee. Rikkel Nikkel die is van blik. En dan heeft hij geen hart. En dan gaat hij daar samen met professor IJzerdraad naar op zoek. En dat vinden ze dan bij de magister Archibaldus. Nou, dat begrijp ik heus, Lorraine. Jongen. Kom nou maar, Simon. Kom nou lekker zitten, hè. Het is allemaal maar de kift. Wacht jij dan maar eens af. Als hier die kip op tafel staat, dan heb jij in één en de Nobelprijs weer uitgevonden. Nou, Simon, wat gaan we doen? Ja, onder die schijf, ja. Die schijven. Oké. En het zijn er in totaal 28. Heel fijn. Ja. En dan zet je die schijven in keurige stapeltjes op dit latje hier. Oké, Simon. En wat is dan de bedoeling? Nou, de bedoeling, hierkomen, is dat al die schijfjes in deze vakjes terecht gaan. Kom maar. Oh, is dat alles, Simon? Kind kan de was doen, kakkers onderdouwen. Hier, kom eens. Ja. Je moet schuiven. Wat nou schuiven? Nou, die schijfjes. Schuiven. Van daar, in deze gaatjes. Doe ik dat dan eens voor? Nee, ja, daar kan ik niet aan beginnen. Dan ga je me kopiëren en je moet je eigen stijl ontwikkelen. Hè? Die gaatjes zijn te klein. Nee, ja. De gaatjes zijn perfect. Kijk maar. Ja, hallo. Ik sta helemaal hier, hoor. Ja, wat moet ook daar vandaan? Het is hartstikke moeilijk, hoor. Ja, ze zijn er nou bezig van het IOC om er een Olympische sport van te maken. Dat het voor het eerst mee kan doen in Tokio straks, de 64. Jo, ja. En als jij nou een beetje je best doet, worden wij misschien wel namens Nederland afgevaardigd. Zou je denken, Simon? Nou ja, stel je voor. Wij samen op het ereschavot. En dat we dan van Hirohito persoonlijk een gouden medaille krijgen. Ja. Ja, ho, wacht even. Ik goud, jij zilver. Ja. Het moet dus met beleid, hè? Ja. Het beleid. Je moet ze eerst voor de gaatjes schuiven. En dan met de laatste schijven tik je ze één voor één naar binnen, hè? Ben je wel voorzichtig met de ramen, Jaap? Ik heb ze net gezien, hoor. Ja, spot er maar mee. Maar als ik straks als Olympisch kampioen in een open landauer de Rotterdam-Zuid wordt gereden, ben jij de eerste die naast me wil zitten. Zou je nou eerst op woensdag de kip maar niet eens winnen, Jaap? Tokio ken altijd nog. Je hebt gelijk, Simon. Eerst die kip. Nou, wij zijn naar de vel. Neem maar na afloop nog een lekker Italiaans ijsje bij Capri. Daaah! Ja, heel goed. Lekker doorgaan zo, hè. Ik ben met de meiden mee. Laat je me nou in de steek? Nee, maar ik heb nog geen toetje gehad en... Cassata, man. Lekkerste wat er is. Meiden, wacht even! Ik heb jou niet nodig, Stokvis. En van die kip krijg je ook niks. Kareltje. Ja, Pim. Kareltje, ik heb van de week... nog eens een beetje lopen informeren, hè, her en der. Maar dat Sjoelen, man, dat is helemaal niet zo goed, hoor. Is dat zo? Ja. Een neef van mij, vorige week nog, is jarig, krijg een Sjoelbak cadeau. Hebt hij staan gooien één avondje, heel zijn arm uit de kom. Joh. Weken niet kunnen kegelen. Ongelooflijk, joh. Ja, het is ook heel slecht voor je kegeltechniek, hè, want het is een heel ander soort worp. Ja. En
Voor jou helemaal natuurlijk. Jij moet het van je techniek hebben natuurlijk. En als je dan met zo'n schouder loopt, en dat Sjoelen heb je dan natuurlijk ook verloren. Dus dan moet jij als een halve invalide die baal kan leggen schuren en lakken. Goedemiddag. Simon. Dus ik bedoel maar, Karel, als wij verstandig zijn, dan blazen wij dat Sjoelen morgenavond af. Jappie, wij blazen helemaal niks af. Als we morgenavond klaar zijn, dan is die kip voor mij en dat opknappen van die baan voor jou. Ja, lach jij maar, NSB'er. Hallo, Jaap. Hey. Ik heb bij de ondergrondse gezeten, hoor. Hey. Hoe dacht je dat ik anders in de riool terechtgekomen was? Omdat jij mij in de steek laat, ken ik dat Sjoelen uitwinnen. Een toetje gaat bij jou boven vriendschap. Zeker weten, ja. Ik heb ook nog een bananensplit genomen. In plaats dat je dan van mij nog een ijsje meeneemt? Heb ik ook gedaan, een heerlijke Dame Blanche. Enkel in de Maastunnel begon hij te smelten, toen moest ik hem zelf al opeten. Simon, luister nou eens even. Jij wilt toch niet dat jouw beste vriend voor de hele kegelclub voor gaas gaat? Dat ik een beetje in mijn eentje die banen kan gaan leggen, schuren en lakken in mijn vrije dagen? Nou, ik hoop het. Als jij verliest, hoef ik het niet te doen. Simon! Dat Sjoelen mag niet doorgaan, bedenk iets! Rustig maar, Jaap, ik ben bezig de raderen draaien. Heb eens. Wat dan? Wacht jij maar eens af. Haal het doek maar op. Doe het licht maar aan. Dan zou... Kijk eens even, Nel, ik heb het helemaal voor elkaar. Hij is weer als nieuw. Het mooie is er wel vanaf, hoor, Jaap. Wat nou? Dat blijf je toch altijd zien, zo'n barst? Oh ja? Nou, toevallig niet, hoor. Dit is hele speciale lijm, dit. Die gebruik ik ook altijd op de bus. Als het stuur een beetje los zit. Ga een kopje koffie zitten. Nee, hè. Hallo. Krijgen die hier weer de Olympische Spelen? Ben ik de boom. Simon, wat maak jij nou? Oefenen, Jacobus. Oefening baart kunst. Ik wil niet oefenen, Simon. Ik wil er vanaf, want ik ken het niet. Natuurlijk ken jij het wel. Probeer het nou maar. Zal jij eens kijken. Simon, ik heb zaterdag het rambam staan gooien. Er ging er geen één in. Hé? Jo. Simon, ik ken het. Simon! Ik ben de beste Sjoelen van Rotterdam-Zuid. Kijk eens, ze gaan er allemaal in. Laat Jaapie oma schuiven, dan zit de rest met zure druiven. Hé? Ik heb de poortjes een beetje opgerekt. Simon grandioos. Ah, dat dacht ik ook, die kip is voor jou. Maar wacht nou eens even, Simon. We spelen toch op de bak van de club? Nee, zij spelen op de bak van de club. Hé? Wordt dan. Mannen, mag ik even jullie aandacht? Ik als onafhankelijk scheidsrechter die boven de partijen staat en erop toe zal zien dat alles eerlijk verloopt, doet hierbij de loting voor de gooivolgorde. Heel fijn. Bravo. Alleen jammer dat je zelf nou niet mee kan doen, hè, Simon? Beter voor jullie, jongens, anders kon je die kip net zo goed meteen aan mij meegeven. Hij wel. Nou, volgens mij durf je gewoon niet. Ja, dan kun je ook niet verliezen, dus hoef je ook niet te schuren. Heren, heren, laten we nou blij zijn dat Simon zich voor ons heeft opgeofferd. Ja? Simon, loten. Yes. Eén getal onder de 10. 7. 4. 9. 3. Dat betekent voor de gooivolgorde als volgt. Karel van Dam gaat het spits afwijten. Die zat er het dichtst bij. Dan wordt hij gevolgd door Henk van den Berg, alias Henri de la Montagne. Voort zal in het strijdwerk treden ons aller voorzitter Kok van der Landen. En dat betekent dus dat mijn zeer gewaardeerde vriend en buurman Jaap Kooijman de rij zal sluiten. Lekker geloot, Simon. Ben ik weer de laatste. Eerlijk is eerlijk, Jaap. Ik sta toch eenmaal boven de partijen. Anders denken die jongens misschien wel dat ik je voortrek. Nou, dat is waar, Simon. Elke schijn van partijdigheid moeten wij vermijden. Juist, juist, juist. Goed. We beginnen met Karel van Dam.
Ja, hallo Simon, ga je lekker? Je zit niet in het Philharmonisch Orkest. Maar zo moet het wel hoor, Karel. Ik heb vanmiddag de statuten van de Koninklijke Nederlandse Sjoelbond er nog eens op nageslagen. Het staat er heel duidelijk in. Eerst fluiten, dan schuiven. Het is jammer, Kokkie, maar die laatste was er net niet doorheen. Ja, maar hij zat er wel bijna helemaal in. Helaas, Kok, ik als onafhankelijk scheidsrechter moet heel streng zijn. Even kijken, ja. Ja, nou, dat is toch 116 punten. Zo. Ja. En daarmee staat Kokkie bovenop. Ja. Dan is het nu de beurt aan ons aller Jaap Kooijman, hè? En ik ga het natuurlijk winnen, dus geef ik op verdacht alvast een rondje. Henkie, schenk eens even lekker in. Zo, een rondje van Jaap. Nou, dat mag in de krant. Ja, ja, ja. We gaan nemen, anders bedenkt hij zijn eigen nog. Ach, jongens, ik neem straks die kip mee naar huis. Moet ik toch wel tegenoverstellen. Ja, ja. Mannen, kennen wij die mop van Sam en Moos? Nee, Simon, vertel. Nou, Sam en Moos, die komen elkaar tegen op de Koolsingel. Sam die haalt een banaan uit zijn zak en die zegt handen omhoog. Zegt Moos, joh, doe weg dat ding, dat is levensgevaarlijk. Zegt Sam, joh, het is toch maar een banaan? Zegt Moos, ja, maar bij een slemiel gaat een banaan ook af. Wat doe jij nou, Jaap? Hè? Ja, ik zag ineens een vlieg. Ja, jongens, ik ken nog een mop van Sam en Moos. Nou, Simon, vertel. Ja, 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 ja. Sam en Moos die komen elkaar tegen op een heel smal trottoir. Sam die blijft stokstijf staan en die zegt, voor een slemiel ga ik niet opzij. Moos doet een stap opzij en zegt, ik wel. Wat is er nou toch, Jaap? Hè? Ja. Ja, die vliegt steeds, hè, daar heb ik last van. Kobus, ik raak natuurlijk wel door mijn grappen heen. Ja, ja, dit is een hele leuke. Vertel, Simon, vertel, ze komen niet meer bij. Sam en Saar, die liggen in bed. En Sam legt te woelen en te woelen en te woelen. Kan niet slapen, weet je niet. En dan zegt Saar ineens, joh, wat is er nou? Zegt Sam, ja, Moos, die krijgt morgen 100 gulden van me, maar ik heb ze niet. Zegt Saar, wacht maar even, die pakt de telefoon, die belt Moos. Zegt Moos, hallo, met Saar. Ik krijg morgen toch 100 gulden van Sam? Nou, maar ik heb ze niet, hoor. Slecht weer neer. Zegt Sam, wat heb je daar nou aan? Zegt Saar, nou kan hij ook niet slapen. Wat ben je nou toch allemaal aan het doen, ja? Ja, die vlieg, daar werd ik gek van, die vlieg. Maar ja, ik had hem wel. Jongens, moet je nou toch kijken, die bak helemaal naar de Filistijnen. Ja, dan kunnen we de wedstrijd niet afmaken. Nou, Hendrik, dat zeg jij nou. Maar ik heb van de week heb ik toevallig net zo'n bak zien staan. In de gangkast. In de gangkast? Ja. Ja, ik was van de week toch op zoek naar die bezem. Om de boel eens even lekker te stofzuigen. Nou, toen heb ik hem volgens mij ineens zien staan, hoor. Nou, dat zou dan een geluk bij een ongeluk wezen. Nou, kan aan mij leggen, hoor, maar volgens mij is dit de enige. Nou, ik heb nog nooit in die kast gekeken, maar misschien hebt hij gelijk. Ja, ik wist het wel, ik wist het wel. Weg met die oude bak, mensen! Ja. Nou, op je geluk aan Jaap, win je misschien toch die kip nog. Oké, Jacobus, hij is voor zijn roodkoperen. Ik ken die gouden mannen. Ik denk dat ik mijn handen gekneusd heb. Hé, kom op, Jaap. Stel je niet aan, joh. Wat ben je nou voor een vent? Kom op, Jacobus. Ik heb niet voor niks die gaten groot te staan te veilen. gaat echt niet, Simon. Zeg, mannen, wat dacht je ervan als ik voor Jaap en Jozef gooien? Hoe ken dat nou? Je bent toch scheidsrechter? Jawel, maar dat doet Kok wel even. Hé, Kok? Nou, vooruit dan maar. ...140 puntjes noteren. Simon, jij bent de absolute kampioen, jongen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En helaas voor jou, Henkie. Oh. Maar jongens, niet getreurd. Een rondje van de voorzitter. Ah, goed. Hij is fijn, Simon. Zit ik morgen lekker aan de kip? Jij?
Ja? Jij hebt toch voor mij gespeeld? Heb ik toch gewonnen? Ja, jij hebt gewonnen. En ik heb de kip. Hi, Mel. Hadi, Jaap. Is het een beetje gegaan, jongen, met die handen? Afschuwelijk. Kon niet eens behoorlijk sturen. Moet de hele dag alleen maar gas zitten geven. Kijk eens. Voor allebei een lekker eitje. Eet smakelijk. Is dat alles? Jij zou toch gisteren met de kip thuiskomen? De ego is boven voor zijn eigen alleen gehouden. Daar is zus de hele dag mee bezig geweest, ja. Ze maakt hem op zijn Indisch lekker heet. Nou, dat rookt me toch lekker? Tadaa! Kip boem boem bali extra picanti. Jij dacht toch niet dat je vriendje hier met een eitje zou laten zitten? Simon, je bent het einde. Nou, jongens, aanvallen maar. Altijd en alleen maar onder het eten. Nee, verkeerd verbonden. Goedenavond. Goedenavond. En goedenavond. Dag jongens. Dag meisjes. We komen even jullie shoelbak terugbrengen, want aan die gaten te zien was die niet van ons. Dat jij zo'n last van vliegen had in de winter, dat vonden we al zo raar. En jullie kunnen gelijk beginnen, want er wordt vanavond niet gekegeld. Vakwerk hoor, het uitveilen van die gaten. Maar ja, zo kan mijn zus ook winnen. Simon, ik ken toch niks met die handen. Verf jij maar met de mond. Mee eten, jongens? Nou, graag. Zet ik een lekker potje thee? Dat is lekker bij hete kip.